Het lijkt een vertrouwd iets. 'S Avonds een borreltje nemen in de centrale ruimte van een verzorgingshuis. Maar voor ouderen in Maassluis is het helemaal geen vanzelfsprekendheid. Al 8 jaar geldt er een verbod op het schenken van sterke drank in verzorgingshuizen in de stad. De sterke drank wordt gemist. Ik lust graag een vieutje bij wijze van spreken. En dan liefst met op gemak in tijd met een colaatje erin, weet je, en dan een vieutje. Dat vind ik lekker. Een kwantroosje of een amaretto. Ja, ook wel een jonge jenever hoor. Maar ik vind het gewoon wel gezellig. Het is een gezelligheidsfactor, komt erbij. De VSP heeft nu voor elkaar gekregen dat er weer sterke drank geschonken mag worden. Want dat is goed voor het sociale contact. En er zijn ook, wat we die verhaal die we horen, die zeggen, ja, ik ga daar niet heen, want ik drink geen bier, ik drink graag een borreltje en dat schenken ze daar niet. Nou, we hebben hier diverse clubs, biljart, klaverjasje, noem allemaal maar op, die hier gebruik maken van die zaal. En er zijn wel eens gezellige avonden waar ik kan verzekeren dat het heel gezellig is. En met een borreltje erbij is het nog gezelliger, zo denken ze bij de VSP. Voorwaarde is wel dat het geen café mag worden en ouderen niet op het biljart belanden. Ik heb in mijn verleden wel meegemaakt dat er dan colaatjes werden besteld. En er kwam er uit de binnenzak een klein platluisje en er werd er een borreltje bij gedaan. Ja, ouderen zijn ook wel eens ondeugend, maar dat gebeurt. Maar gelukkig is dat niet meer nodig. En het bleef nog lang gezellig in Maassluis.